De griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemiddag, ik open de vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van mevrouw Jussel. Mevrouw Jussel, ik heet u hartelijk welkom namens de parlementaire ondervragingscommissie. U bent integratiedeskundige en voormalig Tweede Kamerlid. U heeft de commissie ook een notitie doen toekomen, waarvoor dank, en deze is gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer. In dit verhoor stelt de commissie u vragen over ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën, uit onvrije landen en hoe deze invloed kan worden doorbroken. U wordt gehoord als getuige en dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen de belofte af te leggen. Ja. En ik wil u vragen om met die belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. En daarom mag u gaan staan. En zegt u mij na, dat beloof ik. Dat beloof ik. Gaat u zitten. U staat nu onder ede. Wij bieden getuigen de gelegenheid een korte openingsverklaring af te leggen. En u heeft aangegeven daar graag gebruik van te maken. Ik geef u daarvoor nu de gelegenheid. Ja, dank u wel. Ik dacht kort inleiden is misschien wel goed. Dan grijp ik terug naar de periode dat ik opgroeide. Ik groeide in de jaren 70, 80 op. In een wijk waar veel achterstanden waren en ook veel diversiteit. Vooral veel Turkse Nederlanders, maar ook andere Nederlanders met andere migratieachtergronden. En het was een wijk waarbij ik ook steeds meer jongeren tijdens de zomervakanties of andere schoolvakanties, maar ook tussendoor, steeds vaker zag gaan naar nationalistische of orthodox religieuze clubs. En tussen toen en nu is er een hele ontwikkeling geweest, wat ik in ieder geval zelf heb waargenomen en velen met mij, waarbij er een verzuiling is ontstaan, ook binnen de migrantengemeenschappen, ook binnen dezelfde etnische groepen. En die heel erg beïnvloed zijn, waar ook zeg maar een stukje nationalisme en fanatieke religie is geslopen. Waardoor mensen binnen die bubbels een waardeontwikkeling opdoen, ontwikkelen, die te vaak haak staan op onze fundamentele waarden. Die, als het gaat om de universele waarden die we hebben, de humane waarden, de democratische spelregels die we met elkaar hebben. En daar schuurt het regelmatig nu op. En dat is vooral gekomen door buitenlandse beïnvloeding, wel of niet gefinancierd. Deels ook omdat mensen ook met hun eigen roots en met hun eigen identiteit hun plek hier wilden vinden. Anderen hebben de weg gekozen van emancipatie, vrijheid en de belofte van vrijheid en vooruitkomen. Met ook behoud van eigen achtergrond. Maar te veel mensen zijn in die bubbels vast komen te zitten.
met andere leefwerelden waar we nu mee te maken hebben. En dat schuurt en botst. En daarom denk ik ook wel dat het goed is dat het parlement u de aandacht aan besteedt. Ja. Dank u wel. Dank u. Dit verhoor zal worden afgenomen door de heer Segers. Ik geef het woord aan hem. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Jezel, welkom ook van mijn kant. Dank dat u hier wilt zitten. Dank ook voor uw openingsstatement, ook voor uw position paper. Ik wil daar graag aan refereren en vragen over stellen. Het is misschien goed om te beschrijven dat dat staat in het kader van een dag waarin we kijken naar de impact van buitenlandse beïnvloeding op gemeenschappen in Nederland. Dus ik zal met u ook hebben over Turks-Nederlandse gemeenschappen en wat daar gaande is. En in dat kader sprak u net ook over verzuiling. En u schreef er ook over in uw position paper als eigenlijk iets waar u zich zorgen over maakt. Kunt u dat eens beschrijven, de manier waarop die verzuiling in de Turks-Nederlandse gemeenschap vorm wordt gegeven? Binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap heb ik in de loop der jaren gezien en ook nu dat die verzuiling loopt langs nationalistische en religieuze lijnen. En er zijn heel veel indelingen te maken, maar ik hou het even bij 4-5 zoals ik het ook in de position paper heb aangegeven. Het loopt langs de lijnen van Diyanet, dat is onderdeel van de Turkse regering, een ministerie van de Turkse regering. We hebben hier moskeeën en die zijn verbonden met ook de Turkse overheid. En je hebt Milli Görüş, die zijn ook verbonden met de Turkse regering. En die hebben dan net iets andere roots, maar Diyanet en Milli Görüş vinden elkaar wel heel goed. En dan heb je de Gulen-aanhangers en die hebben ook hun eigen verenigingen en gebedsruimte en een religieuze beleving. En je hebt ook heel veel progressieve liberale of seculiere Turkse Nederlanders die soms wel roots in een van die zuilen hebben, maar die zich los hebben gemaakt en onafhankelijk zich begeven. Die staan los van zuilen. En je hebt ook de Koerdische Turkse Nederlanders die ook vanuit hun geschiedenis, maar ook vanuit hun hedendaagse geschiedenis in het Midden-Oosten of in Zuid-Turkije natuurlijk ook een zekere cultureel vereniging of een politiek vereniging daaromheen zich ook organiseren. Ja, dit zijn een beetje de... Dat zijn de zuilen zoals u ze zou willen omschrijven. Het is goed om aan te geven dat ik het eerst wil hebben over de invloed van Turkije op de Turks-Nederlandse gemeenschap. Dus vandaar naar hier. En dan in het volgende blok over de gevolgen voor de Turks-Nederlandse gemeenschap. En aan het eind met u naar u luisteren of u ziet welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om ongewenste beïnvloeding tegen te gaan. Nog even afgezien van de groepen die u onderscheidt, want daar wil ik zo op ingaan. Schrijft u in uw position paper dat Ankara een giftige mix exporteert van virulent nationalisme en politiek islamisme. Ja. Omschrijft die mix eens. Nou, degene die de Turks geschiedenis kennen, is het nationalisme altijd wel iets geweest wat bij de Turks... burgers een ding was. Hè? De grenzen van Turkije, ook vanwege de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Nou ja, die geschiedenis maakt dat het nationalisme altijd wel aanwezig is in Turkije. En dat is eigenlijk in de loop van de tijd wordt dat aangewakkerd of wordt dat iets getemperd. Maar ik heb gezien dat het in de afgelopen decennia eigenlijk alleen maar aangewakkerd is verder. Dus dan gaat het heel erg over de Turkse identiteit, over je verbonden voelen met vooral Turkije. En dienend zijn ook aan Turkije, wanneer dat aan de orde is of nodig is. En de religieuze lijnen, dat gaat over je islambeleving. We zijn allemaal moslims. We zijn Turken, we zijn moslims en er is een wij en dat is dus gedefinieerd als Turks en moslim. En er is een zij en dat zijn de westerlingen, anderen en iedereen die daarbuiten valt. En zij, dat kunnen ook
die andere groepen, die andere zuilen binnen de Turkse gemeenschap zijn, die dan niet bij dat wij horen. Ja, als de wij, de wij is op dit moment heel erg gedefinieerd langs een interpretatie van de islam die ja, vanuit Dianet eigenlijk ook tot de mensen komt en nu ook in het onderwijs en die beïnvloeding vindt via die wegen natuurlijk ook naar Nederland steeds meer plaats. En als je een andere opvatting over het geloof hebt of daar liberaler in staat of je gelooft niet of je hebt een ander geloof, dan sta je er buiten. Als het gaat over de manier waarop dit wordt geëxporteerd, dan noemt u Dianet. Dus dat is het ministerie van religieuze zaken. En daar vallen een aantal Turks-Nederlandse mensen. De geloofsbeleving die wordt qua set van hoe het geïnterpreteerd zou kunnen worden, hoe je je geloof moet beleiden, is langs de weg van Dianet. Ja, en is die dat, zijn weer verbonden met de Turkse staat. Is dat de manier waarop deze mix wordt geëxporteerd? Niet alleen. Als u kijkt naar de Turks-Nederlandse gemeenschap in of heel veel Turkse Nederlanders, laat ik het zo zeggen, in Nederland, dan zien we dat heel veel Turkse Nederlanders heel erg ook in sociale verbanden met elkaar ook heel veel contact hebben. Heeft ook overigens heel veel voordelen. Hè? De sociale cohesie is heel goed. En als het gaat om de participatiesamenleving, mag Nederland daar wel eens binnenkijken hoe dat goed opgepakt wordt. Het voor elkaar zijn wanneer het aan de orde is, ook als er een zieke is. Dus dat is allemaal voorbeeldig. Nou, de sociale controle heeft ook voordelen. Maar de andere kant is dat binnen die bubbel mensen naar dezelfde televisiezenders kijken. Dat is de staatstelevisie Turkije. Naar dezelfde feestjes gaan. Naar dezelfde clubs gaan om ook in hun sociale tijd met elkaar sociale activiteit te ontplooien. Zelfde feestjes. Zelfde cafeetjes. Dus het is eigenlijk, als je hem heel erg scherp wil neerzetten, zijn heel veel Turkse Nederlanders binnen die zuilen wel hier op Nederlands grondgebied, maar mentaal vooral in land van herkomst. En binnen die bubbel komen er allemaal boodschappen over de Turkse identiteit en wat het is en dat er een wij-zij is, dat sluipt erin. De religieuze beleving wordt dus ook inhoudelijk beïnvloed door Turkije, omdat het gewoon ook verbonden is met Dianet, die hier ook de imams heeft. Dus daardoor vindt er een waardeontwikkeling plaats die soms ver afstaat van wat wij met z'n allen onze democratische spelregels noemen of universele waarden. En waarom wil Turkije dat? Wat is de agenda van Turkije als het gaat om export van dit gedachtegoed? Ja, dat is een vraag die denk ik veel beter aan anderen gesteld kan worden. Ik kan alleen maar een inschatting maken waarom Turkije dat wil. Kijk, er zit ook deels natuurlijk, dat zijn ook allemaal ook Turkse staatsburgers, veel Turkse Nederlanders hebben hier ook een dubbele nationaliteit, hebben op zijn minst Turkse roots. Dus dat je daar oog voor hebt, dat vind ik op zich niet raar. Hè? Het zou ook raar zijn als Rutte, als er Nederlanders zijn in Canada en daar speelt iets dat daar helemaal geen oog voor is. Dus dat blijft wel iets van een natuurlijke verbinding en ik denk dat ook als het gaat om de Turkse Nederlanders die op een natuurlijke manier zich ook verbonden voelen met Turkije, dat we daar ook niet raar van moeten opkijken. Dat is heel logisch. Dus dat is het probleem niet. Maar het wordt pas gevaarlijk op het moment dat de bemoeienis zo gaat dat die beïnvloeding via die zuilen, dat er boodschappen komen waarbij wordt bepaald dat wat de Turkse identiteit is. En wat je dan moet doen. En hoe je je geloof moet beleven. En dat als het daar 3000 kilometer verderop een referendum plaatsvindt of een verkiezing, dat hier op Nederlands grondgebied koste wat kost campagne gevoerd moet worden. Dat je zelfs naast de minister die 3000 kilometer verderop zijn hoofdtaak heeft, dat je daarnaast moet staan en tegenover de journalisten en tegenover de burgemeesters,
tegenover de politie hier, dat je dan zo moet opstellen dat er een wijzij komt, die denk ik ons met z'n allen alleen maar verder zorgen geeft. Iedereen schrikt daarvan, wordt daar bang van. En dat is logisch. Zeker als ze horen groepen jongeren scanderen dat Erdogan hun premier is en niet Rutte. Dus als ik dat even probeer samen te vatten, dan is het een boodschap van loyaliteit aan Turkije, loyaliteit aan de politieke leiding van Turkije en een religieuze agenda. Via DNET namelijk, dat een onderdeel van die Turkse identiteit is het feit dat je moslim bent. Die boodschap wordt uitgezonden via DNET, via media, in sociale verbanden. En zolang er maar verzuiling is, worden mensen daarin opgevoed en grootgebracht. Ja, dat is makkelijk om op die manier die boodschap te brengen. En het doel zou kunnen zijn, is een blijvende loyaliteit of een blijvende verbinding met Turkije. Ja, dat. Maar ook zorgen dat de diaspora overal natuurlijk ook vooral de agenda van Turkije dient. En nu hebben we het over die mensen gehad die vooral daar dan in meegezogen worden. Hè. Heel vaak worden ze er ook in meegezogen. Mensen willen gewoon vaak hun geloof beleiden, beleven. Of willen sociale contacten ook met mensen met een Turkse achtergrond, zoeken elkaar op. Maar ze komen dan in zo'n fuik waarbij de indoctrinatie en beïnvloeding plaatsvindt. Mensen die daar buiten vallen, die ook een Turkse achtergrond hebben, dat zijn er veel meer dan we denken. Die worden ook heel vaak dan bang gemaakt, geïntimideerd, bedreigd. Of monddood gemaakt. Op welke manier? Op welke manier? Op het moment dat de kritiek geleverd kan worden omdat er misstanden zijn. Nou, ik maak het even heel concreet. Ook uit de tijd dat ik Kamerlid ben geweest. Er waren misstanden bij moskee-internaten in Nederland, in Rotterdam. NRC heeft daar toen over gepubliceerd. Dan Kamerleden die kijken daar en denken, nou, potverdikke me. Sorry, mag ik dit woord hier bezig. Daar moeten we iets mee. Daar groeien kinderen op. Daar worden kinderen, die zijn daar dag en nacht. En die zijn misschien wel niet veilig. De brandveiligheid is niet op orde. Of de pedagogische klimaat is niet gezond. Daar moet in ieder geval naar gekeken worden. Nou, dan komt er een druk op gang. Waarbij je dan wel heel goed moet weten wat je doet en heel stevig in je schoenen moet staan, wil je doorzetten. En heel veel mensen bezwijken nu al in Nederland en denken, oh, laat maar, ik vind het te ingewikkeld. Het is te gevoelig kennelijk. Maar als je goed weet, goed kijkt, dan weet je dat je daar niet van weg kan kijken. Want daar groeien kinderen op, jaar in jaar uit. Dat zijn niet een paar uurtjes in een week of op een dag, hè. Maar jaar in jaar uit. En dat is onttrokken aan het zicht van onze samenleving. En ook van de ouders. Hè? Maar probeer ons even mee te nemen in de manier waarop een Turks-Nederlandse parlementariër, of het kan een Turks-Nederlands lid van de nationale gemeenschap zijn, die zich ergens zorgen over maakt, die zich zou willen uitspreken, maar dat toch niet doet. Wat is dan precies de angst? Wat is dan? Nou, dat je als landverrader neergezet wordt. Als door Turkse Nederlanders die heel erg fanatiek en publiek zich uiten over hun steun aan Erdogan. Hè? Dat zijn Erdogan-aanhangers vaak. Op sociale media bijvoorbeeld. Op sociale media, maar het is ook rechtstreeks met berichtjes. Via moet je op het matje komen ergens. Of je wordt ligt er ook aan waar je dan werkzaam bent. Maar het kan ook wel zijn dat je in je professionele rol dan ook gebashed kan worden. Verdachtmakingen, valse beschuldigingen, valse framings, direct in de hoek van extreem rechts zetten, het koppelen aan islamofobie. En wat overigens ook een term is die natuurlijk ook met een agenda heel erg is neergezet om alle mogelijke kritiek op misstanden gelijk met de grond gelijk te maken. Want niemand wil islamofoob zijn. Dus dat maakt kritiek ook bijna onmogelijk. Of je moet heel goed weten waar je over spreekt. Wij hebben in voorgesprekken ook met mensen gesproken die zeiden, nou, ik zou het lastig vinden om wat te zeggen, omdat
ik dan niet meer naar Turkije vakantie gaan. Dan ben ik bang dat daar mij iets zou overkomen. Of ik ben bang dat mijn familieleden iets zou kunnen overkomen in Turkije. Dus ik hou me maar stil. Zijn dat een signaal of zijn dat verhalen die herkenbaar zijn? Ja, die zijn heel herkenbaar. Sommige mensen die komen ook Turkije niet meer binnen. De meeste mensen houden daarvoor hun mond. Ze zijn ook bang om niet meer naar Turkije te kunnen. Maar ook om hier gewoon gevaar te lopen. Want het fanatisme is behoorlijk. En mensen zien ook wat in Turkije zo'n fanatisme teweeg kan brengen. En mensen zijn bang, heb ik ook in mijn position paper ook woorden aangegeven. Mensen zijn ook bang dat het hier ook gebeurt. Dat mensen hier ook aangevallen kunnen worden, omdat je anders denkt. Omdat je niet precies zegt wat vanuit de Turkse overheid wenselijk is. Als je zegt, veel mensen zijn bang. Kunt u iets van aantallen aangeven? Hoe groot is de Turks-Nederlandse gemeenschap? Welk gedeelte rekent zich niet helemaal tot het wij, wat dan wellicht veilig zou zijn? Om welke aantallen gaat het? Nou ja, kijk, ik denk dat meer dan de helft niet durft te spreken. Meer dan de helft. Hoe groot is de Turks-Nederlandse gemeenschap? Ik heb de laatste statistieken niet bijgehouden, maar dat zal zo rond tegen de 400.000 zo zijn. En uw inschatting is dat... Ja, mijn inschatting dat de helft, denk ik, niet durft te spreken. Wat is de rol van... En de andere helft is al zodanig getrokken in de zuil, waardoor de... perceptie ook over dat je binnen een democratie ook gewoon van mening mag verschillen. En dat helemaal niet erg is. Dat er allerlei mensbeelden zijn, maatschappijbeelden, allerlei opvattingen over religieuze beleving en het begrip vrijheid. En wat ook onafhankelijke media is, dat begrip is ook, dat loopt uiteen. Ook met wat wij nog in meerderheid in Nederland als vrijheid zien. Ja. Wat is de rol van Diyanet daarbij? Dus dat ministerie van religieuze zaken, die dus ook imams hier benoemt. En is er ook een rol van consulaten, van ambassade wellicht in dit hele proces? Ja, ik kan alleen maar aangeven wat de gevolgen zijn van mensen die in die zuil, zeg maar, zitten. Die in de Diyanet-zuil of binnen die andere Miligurus of Gulen. Als er een ontwikkeling is die verbonden is aan de ontwikkelingen in Turkije of het Midden-Oosten, dus dan gaat het over de Turkse identiteit of de moslimidentiteit, dan zie je rechtstreeks dat terug bij een grote groep Turkse Nederlanders hier, doordat ze zich manifesteren met ideeën die eigenlijk het gedachtegoed van bijvoorbeeld een Turkse regering zou kunnen zijn. Dat zien we zo nu en dan ook in het parlement. Het gaat soms ook via politieke partijen natuurlijk. Maar ook op scholen hoor je dan bijvoorbeeld bij de inval van Syrië, van Turkije. Want daar ben ik ook zo regelmatig. Sommige Turkse jongeren zeggen gewoon, de Koerden, ja, onze... jullie IS is misschien de IS, maar de Koerden, dat is voor ons ook altijd een gevaar voor de Turkse overheid. En als je naar de Turkse geschiedenis kijkt, dan weet je gewoon dat door die hele historie heen conflicten daar zijn. Maar dat wordt dus één op één, even wat je erover vindt, hè? Wat ik er zelf ook van vind, dan blijf ik even buiten nu. Maar... de opvatting, de perceptie, de duiding van ontwikkelingen daar, die worden één op één overgenomen en die worden hier zo beleefd. En dan heb je aan de andere kant de meerderheid die ziet dat bijvoorbeeld de IS-strijders daar zijn verslagen door vooral ook groeperingen die nu weer aangevallen worden door Turkije. Dus iets van 90% van de samenleving kijkt, of misschien wel meer, kijkt ernaar en denkt, wat is dit? Dus je kunt elkaars taal spreken, maar als je elkaars taal niet meer spreekt, dan gaat het ook mis. En dit is een beetje een dubbelzinnige zin, maar elkaar ook wat rechtvaardigheid is en wat fair is. En soms is er ook heel veel
dubbelzinnigs aan de internationale geopolitiek. Keuze die is ook zo. Toch nog even proberen het nog een beetje inzichtelijk te maken in wat hier dan in Nederland gebeurt. Bijvoorbeeld na de coup-poging in 2016 in Turkije. Er is een mislukte coup-poging in de zomer. Daarna is er een tweespalt, is er een tegenstelling tussen aanhangers van Erdogan en Gülenisten. Dus aanhangers van een geleerde die in de Verenigde Staten woont. Dat leidt ook tot spanningen hier in Nederland. Dat leidt tot een demonstratie op de Erasmusbrug. Dus er gebeurt ook hier van alles. Ja. Kunt u eens even schetsen hoe dan de link is tussen dat wat daar gebeurt en de impact op de gemeenschap hier? Nou, we hebben allemaal gezien dat daar een mislukte staatsgreep, coup-poging is geweest. En dat is via de media tot ons gekomen. Je zag met het moment dat in Turkije duidelijk werd dat mensen gevraagd werden om de straat op te gaan, om de democratie te verdedigen. Zag je de mensen ook ongeveer gelijktijdig in Europese steden ook de straat op gaan met Turkse vlaggen. Dus dan zou je kunnen zeggen, is dat een directief geweest of niet? Of het nou een directief is geweest of niet, we zien wel de directe beïnvloeding. En misschien is die beïnvloeding niet eens meer op dat moment nodig meer. Maar als je al mentaal in alles je vooral verbonden voelt met een ander land, waar wel jouw roots liggen, maar je bent daar vooral mee bezig. Je gaat de straat op bij zo'n mislukte coup en niet op het moment dat er... dat heb ik overigens heel vaak gemist. Er is heel veel discriminatie op de arbeidsmarkt. Er zijn heel veel problemen ook die vooral ook de migrantengemeenschappen raken. Heel veel armoede, sociaal-economische verschillen, sociaal-economische gezondheidsverschillen. Daar zie ik het Mali-veld niet op vollopen, terwijl het ze wel direct raakt. Dus dat zegt iets. Dat zegt iets over hoe die identiteitsvorming via die lijnen heeft plaatsgevonden en welke gevolgen dat heeft. En vooral wordt het erg op het moment dat dan ook publieke gezagdragers worden aangevallen. En daar ook vijandig naar gekeken wordt. Zoals? Alles wat daarna in de media kwam, weet ik ook uit eigen ervaring, dat de publieke omroep ook, en ook alle kranten en journalisten ook heel veel te verduren hebben gehad, ook achter de schermen, met jullie zijn alleen maar bezig met Turkije-besje. Terwijl op zo'n moment verslag werd gedaan over mensen die wel of niet willekeurig opgepakt werden, wetenschappers, docenten, wel of niet Gulen-aanhangers, en met welk bewijsmateriaal. Ja, net zoals Nederland iets vindt over de ontwikkelingen in Rusland, of in de VS, of in Hongarije, of in Polen. Nederland vindt ook zo nu dan iets over de ontwikkelingen, over de rechtsstaat, over de democratie, over de mensenrechten in Turkije. En die ruimte wordt natuurlijk ook op die manier ingevuld. Maar dan, dat soort instituten merken dan ook heel veel druk en lobby, anti-lobby. Ja. U zegt eigenlijk, er zouden heel veel redenen zijn om naar het Mali-veld te gaan. Namelijk bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt vanwege jouw etnische achtergrond. Maar dat gebeurt niet. Maar men gaat wel de straat op als gevolg van een coup-poging met Turkse vlaggen. Waarbij de trias, ja dat, ja. Precies, ja. En dan komen we alweer bij de impact op de gemeenschap van wat doet dat, en dan ook met, nou, dan wil ik ook even speciaal stilstaan bij jongeren. Wat doet dat met een nieuwe generatie van Turkse Nederlanders? U zei net ook dat eigenlijk ook in die zuil de oriëntatie is, onze leider, onze politiek leider is eerder Erdogan dan premier Rutte. De beleving. Geldt dat ook voor een jongere generatie? Zie je dat de jongere generatie eigenlijk op die manier opgroeit? Of zie je daar ook een oriëntatie op Nederland en op het Nederlander zijn? Ja, dat is divers dus. Ook binnen de Turkse Nederlandse gemeenschap is er heel veel diversiteit. Maar er is een te grote groep en een groeiende groep die zich steeds meer verbonden voelt met de Turkse
identiteit en met de moslimidentiteit. En dat dat zo iemand al helemaal definieert. Want je kunt en-en hebben. Je kunt een moslimidentiteit hebben. Je kunt de Turkse roots hebben. Of zelfs de Turkse identiteit. Maar ook de Nederlandse daarnaast. Je kunt allerlei identiteiten hebben. Maar waar het op misgaat is dat binnen al die identiteiten en eigenheid wat jou maakt, dat daar niet onder een pakket aan universele waarden zit, wat maakt dat we elkaar nog blijven verstaan en wat ook maakt dat wij samen deze mooie 75 jaar vrijheid samen ook door gaan geven. En we hebben het net gehad over de straat op het moment dat er 3000 kilometer hier verderop iets gebeurt. Niet alleen bij zo'n coup-poging waarbij de democratie, een parlementaire democratie in het geding is. Dus die kan je nog redelijk begrijpen. Los van die zeulen, leuzen en die vlaggen, maar goed. Maar op het moment dat ook dezelfde mensen de straat op gaan en heel fanatiek zich gaan vastbijten in een ontwikkeling en dat ook echt vanuit het hart steunen, waarbij de trias politica in Turkije onderuit gehaald kan worden of op zijn minst kwetsbaar wordt gemaakt. Als je dan Turks-Nederlandse jongeren daarvoor ziet juichen, dan baart dat zorgen. Het baart ook zorgen, of het baarde zorgen, op het moment dat Ebru Umar werd opgepakt in Turkije om wat ze als Nederlands-Turkse columnist tweeten, gewoon in de Nederlandse media. En dat gejuich voor dat iemand, voor een opvatting, voor wat ze getweet heeft, opgepakt werd. Dat repressieve, daar achter een repressief systeem staan, dat mag ons zorgen baren. Niet dat iemand Erdogan oké vindt, geweldig vindt. Het gaat niet over Erdogan. Het gaat over, wat mij betreft, over hoe hebben we het sociale contract nog met elkaar om met elkaar samen stappen te zetten, vooruitgang te boeken en ook kansrijk te worden met elkaar. Wat u eigenlijk zegt is, het is geen probleem om een sub-identiteit te hebben van moslim of Turk of Koerd. Als dat maar gedragen wordt door fundamentele vrijheden. Door fundamentele vrijheden. En daar stelt u een vraag, tenminste, en daar staat een vraagteken achter. Of dat... Daar heb ik grote zorgen over. En ik denk dat wij ik ben toevallig vandaag ook in Rotterdam-Zuid geweest. We kennen die aanpak, hè, die achterstanden die jaar in jaar uit sociaal-economisch erin geslopen zijn. En we kunnen in onderwijs blijven investeren. Dat moeten we ook doen hoor. Er zijn heel veel achterstanden, die zijn hardnekkig. We kunnen niet genoeg in onderwijs investeren. Niet genoeg in tegengaan discriminatie op de arbeidsmarkt. Niet genoeg in mensen meenemen, emanciperen, verheffen. En zorgen dat de sociaal-economische gelijkheid beter is. Maar we komen er niet als we ook die sociaal-culturele kant er niet bij pakken. Want je kan nogmaals een baan hebben en je kan zo hoog opgeleid zijn, als daar een waardepatroon onder zit die maakt dat je medeburgers, alle andersdenkende of andersgelovigen, als de zij, als de vijand ziet. En dat je je eigen groep als superieur ziet. Wij zijn beter. Dan gaat er iets goed mis. En daar hebben we, vind ik, de afgelopen jaren sowieso te weinig aandacht voor gehad. En ik denk dat het echt een urgent vraagstuk is om een grootse aanpak daaromheen te starten. En het misschien ook wel het sociale contract noemen. Dat we dat opnieuw willen verstevigen met elkaar. U maakte net zelf een vergelijking met Nederlandse migranten die elders in de wereld wonen, waar als de premier langskomt of het Koningshuis dan op bezoek gaat. Nou, er zijn tulpenfestivalen, er zijn klompenfestivalen, dat is allemaal folklore. Maar ergens zie je dat afnemen. Hier lijkt het wel in deze gemeenschap alsof de oriëntatie op het thuisland van dan vaak ouders en grootouders, alsof dat toeneemt. Is dat een terechte constatering? Ja, en zo ja, hoe komt dat? Hoe komt dat? Nou, dat is tweeledig. Wij doen als Nederland ook niet goed, hè? Als samenleving. Wij hebben veel mensen met een andere achtergrond ook zelf niet genoeg bijgehouden. We mogen ook onszelf in de spiegel aankijken.
door die discriminatie, door de uitsluiting en door ook toch te veel als groepen te zien ook. En weg te zetten. Te vaak. En dat is misschien niet altijd zo bedoeld, maar het is wel zo. En de sociaal-economische achterstanden, we hebben het regelmatig gehad over parallele samenlevingen de afgelopen jaren. Die gaan niet alleen langs uiteenlopende waardeontwikkelingen, waardepatronen. Niet alleen gaat het langs die sociaal-culturele lijnen. Dat gaat ook langs de lijnen van hoger opgeleid zijn of niet. Werk hebben of niet. Een huis hebben of niet. Kansen hebben of niet. En als dat soort scheidslijnen langs religieuze lijnen gaan, langs etnische lijnen gaan, dan doe je het gewoon als samenleving niet goed. Dus dat is de ene kant, dat is de voedingsbodem aan de ene kant. Aan de andere kant is er ook actief beïnvloeding. En niet alleen vanuit Turkije of uit andere regeringen van landen van herkomst, maar er is ook echt een religieuze, salafistische beïnvloeding of vanuit het moslimbroederschap, die heel professioneel werken, ook via de moskeeën. En ze zitten, mag ik best zeggen hier, en dat zeg ik wel vaker, ze zitten zelfs in onze Verenigde Naties, als het gaat om de Mensenrechtenraad, de voorzitter, dat is Saoedi-Arabië. Dus die werken heel professioneel en die hechten ook heel erg aan de identiteit rondom die moslimreligiositeit. En dat bij elkaar is helemaal een giftige mix natuurlijk. Wij weten deze groepen niet voldoende bij ons te houden, bij te trekken, echt de gelijke kansen te geven. Dat doen we gewoon niet. En aan de andere kant zeggen andere regeringen en andere mensen die daar belang bij hebben, religieuze leiders, kom maar. Ik ga voor je zorgen. Ik ga voor je zorgen. En je kan geld krijgen voor je clubjes, voor je gebedshuizen. Ik ga je eigen waarde geven, je mag er zijn. Ik zie jou als volwaardig, als gelijkwaardig. Kom maar. En in dat kader wijst u op Turks salafisme en het risico van radicalisering. Ja. Ook onder Turkse Nederlanders. U wees daar speciaal op, want u zei er is minder aandacht voor. Maar is dat exact deze ontwikkeling die u nu beschrijft? Ja, niet per se dat binnen de Turkse Nederlanders een hele grote groep is die radicaliseert. Maar ook de mensen, hoe moet ik dat zeggen? Kijk, op het moment dat een moskee teksten heeft op een website waarbij bijvoorbeeld meisjesbesnijdenis wordt aangemoedigd of vergoeilijkt. En ik hoor niet voldoende tegenkracht uit de moslimgemeenschap genoeg moslims die daar zich tegen verzetten en die dat absoluut niet willen in hun religieuze beleving. Dan, dat betekent niet dat ze het allemaal goedkeuren, maar dat betekent wel dat ze al zwijgend het legitimeren. Dus je moet juist binnen die gemeenschappen ook die tegenkrachten, die moeten woorden krijgen, moeten daden krijgen. En dat gebeurt te weinig. En dat komt ook wel door die salafistische beïnvloeding. Voordat we kort afsluiten met maatregelen die we kunnen nemen, want daar hint u nu ook al eens op. Nog één laatste vraag. En dat sluit eigenlijk aan bij waar u mee bent begonnen, namelijk verzuiling en eigenlijk de verschillende groepen waar de Turks-Nederlandse gemeenschap uit bestaat. Heeft u de indruk dat de Turkse overheid of de Turkse ambassade, dat die heel goed doorheeft wie tot welke zuil behoort, wie welke voor- en afkeur heeft? Nou ja, dat denk ik wel, want dat bleek ook wel steeds. Als er verkiezingen zijn, dan wordt in ieder geval de laatste twee keer uit mijn hoofd, zijn er brieven gestuurd naar mensen met een Turks-Nederlandse achtergrond. Maar bij sommigen ook niet. En hoe kan dat? Waarom welke wel, waarom niet? Welke wel, welke niet? En het waren ook niet alleen aanhangers van de huidige machthebbers in Turkije die brief kregen. Heeft u zelf een brief gekregen? Ik heb zelf niet die brief gekregen, maar mensen die mij nabij zijn wel. En die, met een oproep om te gaan stemmen voor de Turkse verkiezingen. Ja, en heel veel Turkse Nederlanders hebben die brief gekregen.
En dat is ook hier in dit parlement, is dat ook wel aan orde gesteld. En er zijn Kamervragen over gesteld. Maar daar hoor je dan niks meer van. Dus al die mensen die bang werden toen, hoe kan het dat de Turkse regering tot aan onze brievenbus, tot onze voordeur eigenlijk is en eigenlijk al binnenkomt op deze manier. En daar niet een duidelijk signaal tegen afgegeven wordt. Deze mensen worden allemaal in de kou gelaten. Ik sprak, mevrouw Hamzi zat hiervoor. Moedig wat ze deed, echt moedig. Mevrouw uit van de moskee ja, geleden. Ja. Ja. En ik, ja. Er was ook sprake van dat aanhangers van Gulen, de geleerde waar ik het over had, die in de Verenigde Staten, wel die dan tegenover president Erdogan zou staan. Er zou ook sprake zijn dat er lijsten was van aanhangers van deze Gulen. Dat verhaal kent u uiteraard. Ja. En dat is geloofwaardig? Die lijsten, ja, dat is heel... Even kijken. Ja, dat is geloofwaardig. En dat komt ook, dat is ook niet gek, dat is ook helemaal niet raar. Het is ook geen publiek geheim zelfs. Erdogan en Gulen, die hebben jarenlang samengewerkt. Dus natuurlijk weet je dan wie waar zit. Dat waren bondgenoten. Maar er is een scheuring ontstaan. En dus was het ook heel makkelijk binnen een paar dagen om heel veel mensen van hun ambt af te zetten. Want ze wisten precies waar wie wat zat, met welke achtergrond. Dat was in Turkije. Ja, maar dat is ook waren hier. Ja, die, hier. Maar, er waren ook tegenstellingen hier in Nederland. Ja, dus, maar die lijnen die zijn kort, is mijn ervaring tot nu toe. Want wat daar gebeurt, zie je ook direct hier terug dan. Op die manier, ja. Vindt u de huidige invloed vanuit Turkije ongewenst? Dat is het woord wat wij gebruiken bij deze ondervraging, ongewenste beïnvloeding. Ik vind het ongewenst voor de kansen van jongeren hier en voor het samenleven. Want het beïnvloedt, het brengt generaties teweeg. Jongeren, die worden al van jongs af aan, worden boodschappen geïndoctrineerd. Of die worden met boodschappen beïnvloed, waarbij opvattingen over positie van vrouwen, dus de ongelijkheid, vijanddenken over Joden, over Armeniërs, over andere bevolkingsgroepen, over andersdenkenden. Dat vijanddenken wordt erin gepompt. En dat is niet goed. Dat is geen vrijheid, dat is al helemaal geen inclusie. En dat wat ons verder brengt met z'n allen, met alles waar we in verschillen, qua geloof, qua afkomst. We hebben wel één ding, tenminste, dat je hoopt dat we één ding gemeen hebben. En dat is dat jouw vrijheid, ik kijk je nu even willekeurig aan om te geloven of om niet te geloven, is dezelfde vrijheid van mij om homoseksueel te zijn of om wel te geloven of niet te geloven. En jouw dochter en mijn zoon, die horen dezelfde kansen te hebben. De macht, of het nou een religieuze macht is, of vanuit een staat, of op een andere manier, moet altijd bevraagd kunnen worden, moet altijd bespot kunnen worden. Je moet hem, want dat is de beste recept tegen tirannie. Tegen onderdrukking. Als je tegen onderdrukking bent, tegen achterstelling, tegen uitsluiting, tegen discriminatie, moet je vrijheid omarmen. Dus het is in ieders belang, en zeker van de mensen die het minste stem hebben, dus zeker van de minderheden. Dus daarom is het zo cruciaal dat we vanuit het pakket van universele waarden, deze democratische waarden, jongeren grootbrengen, om ook vreedzaam samen verder te leven en samen stappen vooruit te maken. En gelovigen moeten dan ook tegen een stootje kunnen. Zeker. Het gaat altijd weer over ideeën. Zeg ik helemaal los van mijn eigen achtergrond. Ja. U geeft eigenlijk al aan wat er nodig is, namelijk een samenleving die vrij is, die gelijke kansen biedt. De buitenlandse beïnvloeding is één ding. Daar kunnen we misschien wel of niet iets aan doen. Maar werken aan een samenleving waarin de rechtsstaat centraal staat en artikel 1, ieders gelijkheid voor de wet ook ja, heilig is, gelijke kansen. Zijn er concrete maatregelen die we kunnen nemen om te werken aan die samenleving en om ongewenste buitenlandse beïnvloeding tegen te gaan?
Ja, ook dat heb ik uitgewerkt in mijn position. Uitgewerkt is een groot woord, maar het is een aanzet. Voordat ik naar twee concrete maatregelen ga, zou ik ook wel willen zeggen dat wij uit een periode komen dat we het heel veel over integratie hebben gehad. Ik kijk ook even naar de klok met die mee. Integratie hebben gehad. We praten steeds meer over inclusie. Ik wil toch ook wel een boodschap of iets, in ieder geval wat ik vind over inclusie, hier even gezegd hebben. Inclusie, dat gaat niet over uiterlijke kenmerken. Dat gaat niet over, oh, ik heb hier ook iemand met een migratieachtergrond erbij, of ik heb ook iemand met een andere seksuele geaardheid erbij. Tuurlijk, dat is het ook, dat je daar inclusief voor bent. Maar inclusie gaat vooral over waarden. Inclusieve waarden die je met elkaar draagt. Dat je mag verschillen, maar dat je samen altijd bewaakt dat we niet discrimineren, dat we niet tot geweld oproepen, dat we geweld niet vergoeilijken, dat we mensen niet wegzetten. En dat we geen haat zaaien. Dat is inclusie. En dat mag je van iedereen vragen. Ook van de minderheidsgroepen mag je dat vragen. Ook tussen minderheidsgroepen. En daar moeten we dus veel meer oog voor hebben. Dus de inclusie toch op een andere manier aanvliegen overal. Want heel veel organisaties zijn ermee bezig. En verder denk ik dat het ook heel goed is om artikel 23 te moderniseren, aan te passen. Om ervoor te zorgen, om zeker te stellen dat via vrijheid van onderwijs geen ruimte ontstaat. Of dat de vrijheid van onderwijs geen alibi wordt om anti-rechtsstatelijke, antidemocratische denkbeelden te indoctrineren. Stel dat veilig. Het lijkt me heel urgent voor al die jongeren, maar ook voor de toekomst van vrijheid van onderwijs ook. Ook voor het onderwijs, lijkt mij. En een andere is, sta ook naast alle professionals, bestuurders, ook politici die hun nek uitsteken. Blijf daarnaast staan, maar ook vooral naast de dame die hier voor mij was, die heel moedig haar verhaal doet. Ga naast haar staan, want ook zij zal nu, na vandaag, heel veel bedreiging en onderdrukking en heel veel druk krijgen binnen vanuit die gemeenschappen. En laten we daarna blijven omkijken. Dank u wel. Alsjeblieft. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van dit verhoor. Ja. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst naar de Kamer en ik sluit de vergadering.